Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vakantievlog. Het is vandaag zondag en het is 30 januari, denk ik. Ja? Ik heb een superleuk jurkje aan van de Zaar. Deze. En mijn bikini van Shein eronder. We gaan vandaag weer lekker een stranddagje houden. Net als gisteren, hebben we gewoon zin in. Ja, ik heb me wel een beetje verslapen. Ik moest dat ook nog in mijn vlog editen. Dus het is allemaal even wat later dan dat we eigenlijk gepland hadden. Ik ga even kijken of hoe ver mijn vlog überhaupt is. De vlog is op 11%. Dus ga ik niet meer op wachten. Hij is ook al. De wifi is ook alweer uitgevallen, zie ik. Nou, ik laat hem gewoon staan en dan gaan we lekker het strand. Oké, we zijn weer eventjes het stadje in. Playa de los Americas. En we gaan even bij de Mac even wat ontbijten. We hebben net zo even allebei een banaantje naar binnen gewerkt. Maar daar zit je nou ook weer niet heel vol van. En we willen eigenlijk wel eventjes ergens gaan lunchen. Maar het is ook 12:15. Dus je moet wachten tot je lunch komt. Is het gewoon alweer een uur verder. Dus we halen gewoon even snel bij de Mac. Even een pakje doen of zo. Dan gaan we dan lekker de strand op. Oh, je hebt nu een mondkapje nodig natuurlijk. Heb ik hier niet mee. Altijd, nooit. Oh, wat fucking irritant, man. Ik word moe van mezelf ook gewoon. Ja, dat snap ik. Ja, of gewoon zonder gaan. Nou, ja, ik heb me echt niet mee. Heb ik elke keer een andere tas mee, ander jasje, ander. We proberen het gewoon zonder mondkapje. Oeh, lekker. Je hebt ook allemaal weer andere dingetjes als bij ons. Wel grappig om te zien. Oh mijn god, ik ben mijn oorbellen vergeten. Die heb ik iemand uitgedaan. Kijk, dit had Daphne, maar die vond ze niet lekker. Ik hou er sowieso niet van. Nee. We gaan gewoon kijken. Wat nieuw. Je hebt er dus gewoon een hele deal met ijsje, hè? Grappig. Ja, hè? Voor een tientje. Ja. Weinig. Ja, echt chill. Heb je een Happy Meal? Nee, ik nog niet. Ik ga het zo kijken. Ik vind je patat hier niet zo lekker, omdat je hier geen frietsaus hebt. Nee, niet hier. Waar is het dan? Nou, wij gaan even. We gaan even een keus maken en misschien straks wat het is geworden. Ik heb trouwens geen mondkapje op. Het lukt me gewoon niet. Iets te hard gejuicht dat ik geen mondkapje op hoef, want ik was eruit gestuurd. Maar Tirza die heeft besteld. Wat heb jij genomen? Van Blair. Dat is lekker, hè? Ja. En ik heb een Happy Meal. Wat heb je alleen een Mac? En een cheeseburger. En patat. Ja, ik moest drie dingen, of twee dingen ernaast kiezen. Ik had die, toen had ik ook gewoon frietjes. Nee, ik zie nu pas die twee dingen. Ik was aan het praten, heb je alleen een Mac-wrap? Oh, en aardappelen. En cheeseburger. Ja. Nou, ik ga lekker genieten en dan lekker naar het strand. Een unboxing van mijn Happy Meal. Pineapple. Oh ja, chill is die. Ik heb kinderwets, ja super lekker. En die aardappeltjes dus. En een boekje, zo blij mee in het Spaans. Dat kan ik echt super goed. Hebben we ook boetjes. Wat bedoel jij met die boek in een... Huh? Op Facebook, ik had immers... Mm-hmm. Ik dacht van, wat bedoel jij? Dat bedoelde ik, boekje in Happy Meal. Heb je? Ik denk dat ik het begreep. Nou ja, er kwam ook geen niedige reactie op, dus ik dacht dan, je snapt het niet. Nee, ik had verdrietig emoji bijgezet. Hoi. Nou, we hebben een plekje gevonden op het strand hoor. We gaan weer lekker een middagje genieten en hopelijk een beetje bruin worden. Heerly. Nou, we zitten toch reeds op het strand, maar... Ja, het windje is wel te koud, dus we gaan straks ook weg. En de jongens die hebben gisteren allemaal goed. Bij zijn tafel uit België. Die stuurde me een berichtje wat we aan het doen waren. Dus ik zei, nou ja, kom maar. Dus die zijn nu onderweg naar hier. Dus ik denk dat we even wat gaan eten met ze. Dus nu, hoe laat is het eigenlijk? 4:15. Nou, misschien even een pizza margarita delen of zo. Die is super lekker. En dan, geen idee. Vanavond om 7:00 altijd. Voor ons 6:00, Nederland 7:00. Zo lekker kiezen. Goed zo. We zitten met de Belgen lekker te lunchen. Hallo. Jullie wonen hier, hè? Ja. Valt het wat? Ja. Leuk, hè? Nuchter, nu. Good life. Good life, echt hoor. Heerlijk. Wij gaan even lekker. Wat gaan jullie eten? Ik weet het nog niet. Weet het niet. Oh, kijk even dan. Ze raden me aan voor de pizza. Ja.
margarita. Hoogstwaarschijnlijk op de pizza. Ja, nou, wij gaan bekijken of we het te delen. Caesar salad. Lekker. Ik heb nog niet eens die kaart gekeken hoor, want ik denk gewoon altijd pizza en margarita. Laat maar gewoon goed. Even kijken. We hebben die kaart helemaal niet gekeken. Dit is de derde keer dat we hier eten, hè? In de, op de derde dag. Elke 2004. Ja, wij gaan ook al. Je weet dat het goed is. Ja, dat precies, het is ja. Avondeten vind ik dan zonde, maar. Avondeten gaat het wel steeds echt. Lunch boeit niet zoveel. Ik neem toch een pizza, ik weet niet waarom ik kijk. Ik weet het al. Je hebt ook een margarita plus. In plaats van een margarita. Waarschijnlijk. Dan heb je verse tomaten in plaats van. Maar ik lust geen tomaten. Maar je hebt wel koriander. Het is maar 50 cent duurder. Zo die koriander? Koriander. Makkelijk. Dan doen we dat niet. Goed. Het is ook sandwiches, ook lekker. Doe lekker. Voor nou, de next time, maybe. Dus ik heb gewoon lekker pizza. Ik twijfel inderdaad of een hele neem of niet. Maakt mij niet zo uit. Wat nemen jullie? Om te eten. Ik ga direct eens kijken. Ja, ik neem wel gewoon een hele. Maar ik... Gewoon proberen, toch? Ik krijg steeds een hele. Dan staat het liggen, het is toch niet duur. Weet je wat huilen is? In het Belgisch? Blijken. Blijten. Blijken. Ook nog fout zeggen. Blijken. Nee. En poepen is. Poepen? Poepen is. Poepen. Neuken. Wat hebben jullie mij nog meer geleerd? Oh, dat is echt spijtig. Oh, spijtig. Dat vind ik echt spijtig. Wat zeg je dat weer? Spijtig. We gaan inburgeren. Spijtig. Spijtig. We gaan inburgeren. We gaan ook Vlaams leren. Vlaams. Is het, heel, is het weer heel anders? Vlaams. Frans. Vlaams. 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 Ze kunnen ook nog Frans. Leer mij dat. Een lekker stukje pizza. Smakelijk. En deze jongeman heeft helemaal niks. Ja, ik heb stom. Je hebt daar tuurlijk zes keer gezien. Toch wel, je mag niet afgeven. Je bent zo dit moet je vloggen. Nou, ik heb Tiers er even bij geroepen. Want we gaan een Q&A doen. We kregen al een paar vragen waar we dus zaten. En om wat kleine tips en dat soort dingetjes. Dus ik dacht, we gaan gewoon eventjes... een vragending op Insta gooien zodat alle vragen gelijk beantwoord zijn. Het is wel leuk. Hebben we ook eventjes iets leuk voor in deze video. Dus ik ga de vraag even naar opzoeken. Ik weet nog helemaal niks. Nee, ik heb wel een paar een beetje gelezen. Maar ik probeerde ook zoveel mogelijk niet te lezen. Dat het nog echt een verrassing was. We proberen wel een beetje rondom Tenerife te beantwoorden. Dat is wel leuk, denk ik. Ja. Een beetje vakantietje maar nee. Grappigste moment met het stappen. Wat is ons grappigste moment met stappen geweest? Ik denk dat we dat al even over Tenerife moeten bepalen. Ja. Wat is dat echt grappig? Ik weet niet, gisteren kwam er vet random. Ja, ik weet niet of het een jongen of een meisje was. En die maakte opeens een ballon aan mijn kleren vast. Zonder ook te vragen. Ik heb dat dus niet gezien. Opeens had ik een ballon aan. En toen liep ik achter haar aan. Toen dacht ik, waar is Melanie nou? Ja, toen heb ik een ballon hier hangen. Ja. En toen liep ik naar boven. Ik super trots aan te zien. Komt er zo'n man van 3 meter krappelt. Fucking irritant. Maar echt, ik weet niet wat ons grappigste moment is. Alles is grappig. Ja, alles is wel leuk. Ja, toch? Ja, van die mensen die denken dat we dan niet Nederlands zijn. En dat zijn Belgen. En dan de hele avond Engels praten. En eindstand. Ja. Oh, Nederland! Oh, waarom praten we Engels? Ja, dat is ook wel leuk. Ja, dat is ook wel leuk. Maar heel grappig, nog niet echt meegemaakt. Nee, we zijn ook nog wel kort. Twee avonden gehad. Daarom. 3. 3? Ja. Oh ja. Oh nee, de eerste avond is natuurlijk wel kort. Ja. Favoriete outfit dit moment? Ik denk een beetje wat we dan mee hebben op vakantie. Wat favoriete? Wat was jouw favoriete outfit? Ja, ik heb zo weinig mee. Ja, vind je? Ik had 20 kilo en er zit maar 12 in. 15. Nee toch? 12,5 of zo. Ik dacht 15. Maar ik weet niet wat favoriete outfit is. We proberen ook elke vlog zeg maar soort van outfit check te doen. Kunnen we nu ook echt snel doen trouwens. Wat hebben we aan, Tiers? Topje van Chiquel. Deze broek van Stradivarius. Riempje van de webshop en mijn Dr. Martens. En jij? Ik heb een jurkje van Sarah, riempje van Fashion by Mizlani en mijn Docs. Superleuk. Nou, dat was onze favoriete outfit.
Ja, dat is mijn favoriete oudje. Ja, echt. Nou, of het hier leuk is. Ja, ik heb het heel erg naar mijn zin. Ja, ik ook wel. Van chillen. Ja, ook wel. Ja. Chill. Is gewoon leuk. Ja. Waar koop je je bikinis? Waar koop jij je bikinis? Ik heb die nieuwe, die met die glitter van Lofies. Ja. Dat badpak ook van Lofies. Dat ene beetje goudige badpak is van Gooseberry. Dan heb ik nog meer. H&M heb ik ook wel wat van. Dunken we er ook wel. Ja, ik heb overal, yeah, overal wel wat. Oké, okay, nou ik eigenlijk over het algemeen alles van Shein. Maar ik wil nu wel overgaan naar wat meer kwaliteit bikinis en zo. Want ik, ja, ik weet niet. Ik vind het leuk voor één vakantie en daarna, ja, ik merk gewoon, ik weet niet. Dan sta ik liever even iets meer voor een betere bikini. Ja, want ik heb ook bepaalde dingen die draag ik al 3 jaar. Ja, precies. Dat heb ik met Shein, heb ik eigenlijk een vakantie en denk ik al, op die pets die zit helemaal gedraaid. Ja, dat is niet mooi. Het is gewoon niet meer mooi. Dus misschien binnenkort een nieuwe bikini shop nog. Even kijken. Oh, mijn oorbellen moet ik even in doen. Onthoud je mee? Dat ga ik echt vergeten hoor. Ik ook. Maar mijn armen moet ik ook nog omdoen. Het ligt bij elkaar. Okay. Dus misschien dat ik het onthoud. Even kijken. Ik hier allemaal dingen over school en zo. Ik kan even snel een paar vragen doorheen doen. Wat zijn je doelen voor dit jaar? Nee, dit is niet per se om school, maar ik zie dat ze meer vragen stellen over school ging. Doelen voor dit jaar? Nou ja, voor mij dan wel. Dit schooljaar halen. Ja, snap ik. En ja, ik weet niet per se doelen. Ik wil gewoon vooral weer veel leuke dingen doen. Mm-hmm. Doe dat met de corona allemaal wat soepeler wordt. Ja, genieten. Ja, dat meer. Het is niet per se een doel om te genieten, want het gaat heel makkelijk. Gaat maar, heel makkelijk. Ja, gaat heel makkelijk. Maar chill. Ja, nee. Ik wil gewoon weer veel leuke dingen doen. Ja, snap ik. Denk ik. Ja. Dat is weg. En mijn school halen. Alle stadjes bezoeken. Ja, je school halen, snap ik. Chill. Mijn doel. Ja. Gewoon, denk ik, gewoon lekker doorgaan met wat ik doe. Misschien wat meer goede YouTube, webshop, Insta. Het doel is ook gewoon, nou, mooie landen bezoeken dit jaar. Het is echt een doel niet, maar gewoon wel gewoon leuke dingen blijven doen. En hoop dat ik overal wat meer ga groeien. Heb je plan om terug te gaan naar school? Dat is dan voor mij bedoeld, denk ik. Ik ben natuurlijk gestopt met school een jaar geleden. Omdat ik dus begon over mijn webshop. Omdat ik me daar volledig op wil focussen. En op het moment gaat het eigenlijk super goed met mijn webshop. Dus ik zie niet echt de reden om terug te gaan naar school. Ik denk dat je ook heel veel kan zonder diploma. Want ik wil sowieso later iets voor mezelf beginnen. Dus op het moment heb ik niet echt de reden om terug te gaan. Maar stel ik ben 25 of zo en ik wil het wel. Dan kan het altijd nog. Dus voor nu, mij niet bellen. Bel me niet. Aanraden voor vakantie Mallorca. Mallorca is echt top. We zijn toevallig samen ook nog naar Mallorca geweest. Echt leuk. Hoe lang is het geleden? 4 jaar. Denk het wel. Bijna 4 jaar geleden. 4 jaar geleden. Ja, 2018. En afgelopen augustus ben ik ook nog een keer naar Mallorca gegaan. Maar Mallorca is echt heel leuk. Heel leuk. Het is mooi. Ja. Je kan echt leuk uitgaan. Het is echt super gezellig. Maar vooral echt mooi. Maar ik zal wel Calador doen. Ja. Calador is heel mooi. Vooral voor de wat jongeren ook wel. Nee, juist. Ja, beide. Want ik zat dus laatst afgelopen zomer. Je hebt dat leuke Nederlandse tentje heb je daar. Je hebt daar best wel veel Nederlandse plekjes ook nog. Waar je kan zitten. Time out is leuk. Ja. Nou ja, ik had dus afgelopen zomer zat ik. Playa. Klinkt allemaal zelf. Playa de Palma of zo. Weet ik veel. Het was in ieder geval dat stap, echt de stapplek van Mallorca. Oh ja. Dat is ook wel leuk. Dat is gewoon zo'n lange boulevard met clubs en tentjes. En dat is ook super leuk. Maar Calador heb je meer al die kleine baaitjes. Dus ik denk juist als je ietsje ouder bent, dat dat mooier is. Als je nog wat jonger bent, als je wel alleen maar wil stappen, dan raad ik dat wat X aan zijn. Ja, alleen stappen dat. Ja. Ja. Bij Calador kun je ook stappen, maar heb je ook mooie baaitjes en kun je ook gewoon genieten. Ja, dus daar iets minder uitgaansgelegenheden. Ja, maar ook maar wel, nog wel leuk. Precies. Ja, en heel veel leuke restaurantjes heb je in Calador. Hebben wij plannen om op onszelf te gaan wonen? Heb jij plannen om op jezelf te gaan wonen? Nee, nog niks serieus. Nee, Nee, ik ben natuurlijk net begonnen aan mijn 4 jaar bachelor. Dus... Oh, dat. Kom. Mijn bachelor, mijn HBO. Oké. Chill. Sure. Neemt die er maar uit. Nee hoor, maakt me niet uit. Ik doe Nee, als er iets op mijn pad komt, zou ik het wel willen doen, maar... Nee, rustig aan. Ik zie het allemaal wel. Inderdaad. Ja, op zich, ik zou wel heel graag uit huis willen. Maar ik kan op het moment sowieso echt niks vinden. Maar stel dat ik wat leuk zou vinden en dat het echt bij mij zou passen, zou ik het misschien wel gaan doen. Maar het, ja, ik moet zeg maar gewoon genoeg ruimte hebben voor mijn opslag, voor de webshop. Dus misschien dat ik eerst op zoek ga naar een kantoortje, dat ik daar gewoon mijn webshop heb. En dan later op mezelf. Het is een beetje, ja, ik wil in ieder geval even
ergens anders werken dan bij mijn ouders thuis telkens. Dat is het enige eigenlijk. Dan ben je meer gewoon af en toe weg. Je bent nu eigenlijk hele dag thuis als je werkt. Hele dag thuis. Ja. En veel met mijn ouders ook. En ik, ja, dan word je gewoon gek van je ouders. Maar ik denk als ik ergens anders zou werken, dat ik ook veel liever thuis ben dan niet per se uit huis wil. Nee, dat denk ik ook wel. Dus ik denk dat dat wel misschien nodig is. Een kantoortje. Dus als je leuke plekjes hebt, kantoortje Leeuwarden, hit me up. Ik heb misschien iets, maar nog niet echt duidelijkheid. Dus als je iets weet, kan je oprichten. Waar is onze volgende vakantie naartoe? Heb jij iets in je hoofd of iets op de planning? Stiekem? Ja, wintersport over twee weken. God, ja! Twee weken. Leuk. Ja, dan ga ik naar Oostenrijk. Leuk man. Saalbach. Heerlijk. Dus, Vet grappig verhaal, want we zijn allemaal niet gevaccineerd. Maar ze wilden vet graag op wintersport. Ja. Maar ja, je moet met vaccinatie. Dus ze hebben echt thuis gestreden voor de herstelbewijs. Je moeder had herstelbewijs. Kom, we gaan op wintersport. Gelijk geboekt. Ja, ik kwam thuis en mijn moeder zei, ja, we gaan op wintersport. Zeg, oké. Ik heb corona, we kunnen. Nou, fucking leuk toch? Maar daarna heb ik eigenlijk nog geen plannen. Alleen, nee, aangezien het herstelbewijs een half jaar geldig is internationaal, hebben mijn ouders wel gezegd van, dan gaan we in dat half jaar, toch wel even weg. Gaan we nog wel 2-3 keer weg, ook als een weekendje naar Duitsland, ja, dat je even of iets België, kan. Dat je wel wat kan doen. Want na dat half jaar hebben we natuurlijk internationaal niet meer. Misschien wel weer, misschien krijg je weer corona. Ja, misschien wel, maar daar moeten we niet van uitgaan. Dus hebben ze wel gezegd van, dan gaan we niet in de zomervakantie weg, want dan is die alweer niet meer geldig. Oh, echt? Ja. Nee, voor mij die eindigt 2 juni. Op mijn verjaardag? Ja, verjaardag eindigt die. En die van mijn ouders is halverwege juli en eind juli. Dus dat is dan net, die van mij eindigt net voor de zomervakantie. Dus daar hebben ze gezegd, nou ja, het scheelt en heel veel geld buiten de vakantie om. Ja. En we hebben nu toch allemaal ons herstelbewijs. We kunnen nu gewoon met z'n allen gaan. Dus dat is wel lekker. Dus voor de rest, ik heb geen idee waar we heen gaan. Maar er staan wel al vage dingen op de planning. Ja. Laten we gaan, gaan we sowieso. Ja, leuk. Ja, zin in. Ja, snap ik. Mijn volgende vakantie die op de planning staat is in mei. Ga ik naar Mallorca weer. Ik vind het wel net over. Was helemaal niet in me opgekomen. Dan ga ik weer naar Calador samen met Daphne. Maar ik zou dit jaar echt heel graag nog naar Curaçao willen. Ik weet, dat heb ik al heel vaak in mijn hoofd. Maar ik vind het altijd best wel prijzig. Maar nu denk ik wel van ja, ik kan beter gewoon. Daar wil ik echt graag heen. Dus dan liever misschien een keer minder op vakantie dan ik dan naar Curaçao. Maar daar moet je sowieso buiten de vakantie naartoe gaan. Ja, dat wil ik ook. Want ja, ik kan dat ook. Snap je? Omdat ik geen school heb of zo. Vind ik het ook zonde om het wel te doen. Ik hou ook niet echt van al die toeristen en zo. Dus dat is eigenlijk alleen maar beter. Ja. Dus dat en vast nog wel meer. Want jullie zien het wel, de vlogs. Het is Melanie. Het is Melanie, ja. Even kijken. Hebben jullie al leuke mensen ontmoet op vakantie? Hebben we leuke mensen ontmoet? Ja. Nou, vooral gisteravond. Ja. De eerste twee avonden, of de eerste avond zijn wij heel kort gegaan, omdat we toen best wel moe waren van het reizen ook. Toen hebben we wel wat mensen ontmoet, maar... Nee, ja, je hebt hier ook echt niet echt ons volk misschien. Je hebt heel veel Engelsen en best wel heftig en echte leeuwen die echt een hele avond gaan huppelen. Echt fucking irritant. Ja, heel vervelend. Die één ding willen en... Maar gisteren hebben we dus twee Belgische jongens ontmoet en dat was oprecht heel gezellig. Ik voel me gelijk veiliger. Je hebt even iemand tegen wie je kan praten en andere mensen denken misschien, hey, die hebben al vriend. Weet ik veel. Ja, weet ik veel wat ze denken. Gewoon maar, je ziet gelijk dat die Engelsen de hele avond niet meer naar je omkijken. En dat veel is heel, beter. Heel relaxed. Heel relaxed. Want we moesten continu kijken van, oh, daar zijn ze weer en dan moesten we weer de andere maar kant op. Maar ze zijn niet alleen aan het kijken, ze zitten echt aan je reet, hè? Ja. Gewoon opeens. En dan schrik je je dood gewoon. Dan denk ik, what the fuck, hoe durf je? Maar gisteren stond de club helemaal vol met Belgen, dus dat was wel echt heel leuk. Ja, en maar die Belgen waren ook helemaal gek. Ja, die waren echt ontzettend. Het was echt een fucking grote groep. En daar was één jongen die het met Lekker prikte. Zet boos. Nou ja, we hebben in ieder geval die Belgische jongens hebben vandaag ook weer mee gaan lunchen dus. En dat is wel heel erg gezellig. En die komen vanavond ook weer in de club. Dus dat is wel heel erg leuk. De moeder van Tiersje vraagt of we goed op elkaar gaan passen deze vakantie. Nou, passen jullie goed op elkaar? Dat komt goed, toch? Ja, man. Ze is er nog, dus ik ben er nog. Ik leef nog. Ja. Dan kom wel thuis. En ze komt, ja, hoop ze niet. Want ze blijft hier liever, denk ik. Maar ik kom goed. Even kijken. Die is op zich wel leuk, favoriete kledingstuk, maar ik ga hem straks even één laten zien. Dat is wel grappig. Ja, dat favoriete kledingstuk. Ja, doe ik wel als laatste dan, want we hebben even tijd om te pakken en zoeken. Wat is de grootste afknapper bij een jongen? Zo, heb je even? Ik pak even mijn lijstje. Nee, ik heb best wel hekel aan jongens. Nee, maar ik ben best wel snel gewoon dat ik afknap op iemand. Ook al is het gewoon... Ja. Ik weet niet, echt van die kleine dingen al. Onverzorgd, asociaal, ja. Gierig.
Vooral respectloos tegen vrouwen. Uit de hoogte doen. Alsof ze heel veel zijn. Ja. Gisteren ook, we hadden zo'n jongen uit, waar kwam hij vandaan? Waar kan die Marco vandaan? Italië, Venetië volgens mij. Oké, naar Venetië. Gaat hij translate praten tegen ons? Zet hij daar neer? Ja, ik voetbal, ik heb betaald voor voetbal. Ik moet straks weer naar huis, ik moet morgen voetballen voor mijn werk. En oh, hij heeft laten weten dat hij dus bekende voetballer was. Maar ik hou er echt niet van dat je zo gaat pronken met wat nou, je doet. Nou, en ik vind het dus ook een afknap wanneer je gewoon geen Engels kan. Zo. Ja. Daar ben ik wel echt achter gekomen. Wat is dat irritant? Ja. We hebben gewoon, ik denk wel een uur met hem getranslate. Fucking irritant. Gewoon, wil je wat drinken? Kon hij niet eens vragen. En zei je no? En dan dat is zo. Ja, hij snapt niet. Hij snapt niet, nee. Maar dan is het gewoon in het Italiaans hetzelfde. Ik snap het echt niet. Fucking irritant. Heel vervelend. En de laatste vraag, we hebben wel meer vragen, maar we gaan straks ook die kant op. Dat is ons favoriete kledingstuk wat we mee hebben op vakantie. Dus wij gaan eventjes ons leukste kledingstuk pakken en dan gaan we die laten zien. Dus let's go. Oké, jullie voelen ons favoriete item. We gaan even 4 favoriete items laten zien van deze vakantie. We beginnen allebei met een zwarte blazer. Omdat je die voor ons gewoon overal weer heen kan doen, dat is echt top. Perfect. Ja. Mijn komt van mijn webshop en die van haar komt van de manga. Ja, super chill. En wat is jouw tweede favoriet? Even kijken. Deze ook even goed. Ja, ga je dit goed zien? Het is eigenlijk een topje, zo. En de achterkant is een strikje. Ga je zo'n strikje doen. Ja, het zit gewoon super fijn. Super schattig. Het is leuk. En mijn favoriete broekrokje van Lofies, die draag ik echt elke vakantie superveel. Is echt super leuk. Ja, dit jurkje van de Shara. Die is zo leuk. Ik heb die ook, maar wij zijn dus veel te kort geworden. Fucking kut. Hij krimpt in de was. Een tip. Een tip. Dit super leuke playshirt van de webshop. Hij staat dus goed nodig op de webshop voor 15 euro volgens mij in de sale. Maar die is ook echt super leuk. Zit ook heel erg mooi. En ik heb deze bikini van Lofies. Ook jouw favorietje. Ja, zit is gewoon super lekker. Ja. En met glitters. Ik hou van glitters. Ik ook. Fucking leuk. Dit superleuke jurkje van Lofies. Eigenlijk is het van mijn zus. Maar het is mijn favorietje op elke vakantie. Het is ook echt een grappig want die staan net te kijken en ze lachen steeds. Dat snap ik. Oh my god, ik zit net goed te kijken. Ja. Oh my god, super en awkward. En het rokje van Levi's. Ik had het echt niet serieus. Die haal ik elk jaar weer opnieuw, maar hij zit gewoon super Oké, okay, dit is mijn favoriete bikini machine in. Ik kan het. Ik haast het. Kan je dit ding zo draaien? Ja. Oh, dat is stuk. Nou, in ieder geval, dit was een keer mee. Ja, we ik hebben dit allemaal kommetjes. Iedereen ziet het. Staan hier ook zo open, hè? Ja, dat wist ik ook wel. Maar ik dacht, ga niet kijken, want dan word ik hartstikke awkward. Maar ik had het nu pas door. Ook. Ik zag het heel niet. Totdat ik even naar links keek en er stonden er 3 hoofden. Dus ze kijken ook nog steeds, hè? Ja. Ach ja, we gaan lekker uit eten. Ik had gebeld door mijn moeder. We zijn een Q&A aan het opnemen. Hi mama. Hey. Camera. Oh, moet je vlog filmen. Oh, ik heb 3G. Shit. Hey. Kijk, we zijn aan het vloggen. Nou, hallo. Hey. Hey. Wat ben je aan het doen? Vloggen. We zijn een Q&A aan het opnemen over de vakantie. Toch? Ja, jij vroeg immers of we goed op elkaar gingen passen. Die heb ik daarin beantwoord. Die hebben wij beantwoord in de vlog. Dus daar kom je pas over een dag achter. Of we dat dan doen. Ja. Of jullie dat doen? Ja, dat weet je dan pas. Maar jullie kunnen niet alvast een antwoord geven? Nee, dat is het hele idee. Dat je een dag moet wachten. Oh ja. Maar hoe is het daar? Goed. Ja? Leuke jongens? Nee. Nee. Nee? Nee, echt niet. Oh. Nee, totaal niet. Helaas. Nou, we hebben lekker een restaurantje gevonden. Het is echt tegenover Las Veronica's. En Las Veronica's is in de Stadstraat. Tirza is echt super gezellig vandaag. Ja, Heineken heeft ze besteld en ik een iced tea. En we gaan lekker sushi eten. We hebben allebei echt geen honger. We zijn ook heel vaak gaan lunchen met de jongens. Een hele pizza gegeten, dus ik pak weer vol op.
Ik dacht sushi, even 8 stukjes per persoon, dan is het wel niet te vol. Maar hij blijft wel gek zo. En dan lekker weer even oasis in. Lekker man, bon appetit honey. Jongens, go to Oasis! Ik maak reclame! I make reclame! Oasis! Hij is van Frankrijk! Wie? Jagger! Nee, nee, dit is onze. Crazy? Are you crazy? Always! Oh, he door! You like crazy? I'm sorry, I'm very normal. No, you like crazy. No! Very good, very nice! You like 10 euro, 10 euro! Very good, very nice! Very good, very nice! Very good, very nice! My baby, I want to marry you! Hoe ga ik zo? I want to marry you! Just say it! 10 euro! Very good, very nice! Single, 10 euro, 10 euro! You give it! Are you actually very good, very nice? Maar hij verdient gewoon geld om dat te zeggen. Hè? Hij moet zijn vaak 10 euro per keer dat hij dat zegt. Maar net heb ik iemand anders betaald en ik filmde het. Vond het niet leuk, maar we hebben hem op beeld. Maar hubby is mijn boyfriend. I think I'm going to marry him. He's very rich because he is TikTok famous. Oh, nou, deze jongens. We hebben een after. We hebben een kleine after zo. Met de Belgium guy. Vet gezellig. We zagen dat hij very good or nice meneer. Maar hij zegt hij klas man, hij vroeg weer echt geld. Wat hebben jullie? Jullie hebben drankjes. Ik neem wel een lekkere water. We gaan Expose spelen, echt een superleuk spel. Jullie hebben het nog nooit gespeeld, hè? Nee, nooit. Ben benieuwd. Maar het is Liddy. Dan ga ik op pitamel. Ik hol deze op. Leuk, ik ga lekker op bed. Ik zet hier weer lekker de vlog af. Vond jullie de vlog leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Jongens, en zeggen, doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Volgen, subscribe. Klik onderaan. Alsjeblieft, heeft je nodig. Heb ik echt hard nodig, jongens. Doei. Doei. Tot morgen.